Het ministerie van Sport en Jeugdzaken en de Junior Chamber International GCI Suriname hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van de capaciteitsversterking van personeelsleden. Ricardo Pollard, waarnemend directeur Jeugdzaken, Anil Gisai Dubé, voorzitter Regionale Sportacademie, RSA, en Roger Wong, nationale president van de GCI, hebben de overeenkomst op maandag 4 mei ondertekend. De ondertekening is vandaag plaatsgevonden en het houdt dus in dus dat GCI Suriname aan sport- en jeugdzaken, in het bijzonder haar personeel, enkele trainingen zal verzorgen die ertoe moeten bijdragen dat de competenties en de skills, vaardigheden van het personeel eigenlijk verbeterd worden. En aan de andere kant, wat is altijd een win-win situatie natuurlijk, zijn wij als GCI Suriname weer eens een jaar de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van het RSA-gebouw die gevestigd is op het universiteitscomplex voor activiteiten zoals vergaderingen en trainingen van onze organisatie, van GCI Suriname zelf. Met het oog op de ontwikkeling van de jeugd en de taak van het ministerie is de overeenkomst wederom tot stand gekomen en wel voor 2 jaren. Met deze ondertekening zijn externe deskundigen aangetrokken ten einde bij de jeugd- en personeelsleden van het ministerie die nodige skills te ontwikkelen, die het functioneren dient te verbeteren. De samenwerking die we vooraf hadden met GCI Suriname is heel goed geweest na evaluatie, is dat gebleken. En we hebben gezien dat er nog gebieden zijn waar zij kunnen inkomen om ons goed te ondersteunen en wij kunnen inkomen om hun goed te ondersteunen. Ja. En dus in die hoedanigheid hebben we gekeken naar eventuele uitbreiding van de samenwerking die er vooraf al was. En zijn we daarvoor dus gegaan en dat is waarvoor we hebben getekend. RSA, die valt onder het ministerie van Sport en Jeugdzaken, faciliteert GCI Suriname, waarbij haar hoofdkwartier bij de RSA gevestigd is. GCI Suriname bestaat uit 6 afdelingen, namelijk GCI Nilom, GCI Skillful Young Managers, GCI Unify, GCI Female, GCI Paramaribo en GCI Urban. Elke afdeling heeft haar eigen doelstelling en focusgebieden.